Een nieuwbouwgemeente als Houten associeer je misschien niet met een rijke geschiedenis. De bodem van Houten laat echter zien dat de bevolking van dit gebied teruggaat tot wel 4000 jaar geleden. Kunstenares Marijn ten Koolste is dan ook zo trots als een pauw met haar geplaatste beelden rondom Houten. Op het landgoed Wickenburg staat haar opmerkelijk kubige atelier. Hier bewerkt ze haar beelden en geeft ze les aan cursisten. Ik vind het echt geweldig als ik met mensen hun eigen creatieve bron kan aanboren. En in welk opzicht dat is, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik merk dat ik het op allerlei manieren, dat de kern echt die ruimtelijke of die creatieve bron is. En als ik die ook maar ergens vermoed bij iemand, dan ga ik hem helpen opgraven. Wat ik ook heel leuk vind is, kijk, kunstenaars die leven in een hele andere context, toch, dan de gemiddelde Nederlander. Dat klinkt raar, maar wij zitten toch een beetje, we kijken toch anders naar de wereld. En dat merk je gewoon als kunstenaars uitspraken doen of als ze acties doen en zo. Als je, zeg maar, die manier van kijken, dus gewoon anders kijken, als je die toepast op vraagstukken in bedrijven, krijg je vaak hele verrassende nieuwe inzichten. En daar ligt ook heel erg mijn interesse. En daar zit volgens mij ook een hele mooie economische kracht die nog helemaal in ontwikkeling is in ons land. En ik denk als wij de creatieve bron gaan betrekken bij het oplossen van onze economische vraagstukken, dat we daar veel gelukkiger van worden. Dat denk ik echt. En daar wil ik ook met mijn kunst echt iets aan bijdragen. Dus aan de inhoud van eigenlijk de creativiteit toepassen op de economie. Dus als ik daar de kans voor krijg, dan doe ik dat. En waar ik nu ook mee bezig ben, is dat ik een installatie mag maken op Fort Rondwijk. Mm-hmm. Want daar zal je misschien ook iets van horen dat daar een kunstevenement komt, ja, hè, 1 juli. Zeker. En ik ben helemaal gefascineerd, eigenlijk maatschappelijk gezien, dat wij denken, als wij maar een grens maken, een muur tot hier en niet verder, dat je dan veilig bent. En wat ik mooi zou vinden is als ik met die installatie daar een bewustzijnsontwikkeling mag aanraken. Laat ik het niet meer zeggen, maar iets aanraken. Zodat mensen gaan denken, oh, is dat wel zo? Of kan het ook anders? Anders, ja. Ja. Kan het anders? Nou, daar. Dat is misschien wat je probeert te bereiken met je, met je kunst. Dat je mensen een beetje laat nadenken over de economische of maatschappelijke problemen. Ja, en dan op een zachte manier, maar met zo'n evenement. Ik pas het werk aan op de context.